We hebben dus vanuit Isocom, Rudy Jansen, hebben wij de vraag gekregen voor een aantal projecten, masterplan voor Wonion, om woningen te verduurzamen in Silvolde, Ulft en Terborg, waar we nu staan. Wij hebben deze 8 woningen verduurzaamd met een EPV-vergoeding. Dat wil zeggen dat de corporatie een vergoeding mag vragen aan de bewoners voor de gemaakte investeringen die ze hebben gedaan. Dit houdt wel in dat de woningen echt naar een heel hoog niveau verduurzaamd moeten worden. Wij hebben de woning in eerste instantie gewoon opgenomen en daar kwamen wij eigenlijk erachter dat er in de spouwmuren ontzettend veel diversiteit is. Een deel van de spouwmuren is nageïsoleerd met wol, een deel is nageïsoleerd met parels en een deel van de spouwmuren is leeg. Toen hebben wij samen met Ronnie Jansen een plan bedacht waarbij de vraag kwam voor aerofil. Met name kopgevels hebben heel veel energieverlies. En met de normale inblaas van bijvoorbeeld parels kunnen we dat niet redden. Juist in de kopgevels zaten EPS-parels. Dat was een uitdaging. Die kregen wij in eerste instantie niet eruit. En hebben wij door goed meedenken van onze monteurs, hebben wij methode bedacht om die alsnog eruit te krijgen. En toen die eruit waren, was een klein overwinningje voor ons. En toen was eigenlijk de spouw klaar om na te isoleren met aerofil. Mochten we niet voor aerofil hebben gekozen, dan hadden we voor een alternatief moeten kiezen. En dat was vrijwel niet gegaan zonder hele grote aanpassingen aan de gevels te doen. Dan moet je denken aan buitenisolatie, het eventueel eraf slopen van het buitenblad en nieuwe isolatie aanbrengen. Op deze manier konden we de gevels intact houden. Het voegwerk was hier ook nog vrij goed. Dit was eigenlijk de kortste en snelste weg om te doen. Ondanks dat ook aerofil natuurlijk een bepaald prijskaartje heeft. Maar dat hebben we opgelost door niet de hele woning te hoeven doen. Kosten van voorzetwanden zijn natuurlijk een stuk hoger uiteindelijk dan de kosten voor het isoleren met aerofil. Het voordeel is dat je ook verder niks hoeft te veranderen aan het uiterlijk van de woningen. Dus het metselwerk blijft gewoon intact. In dit geval het voegwerk blijft gewoon intact. Nou, daar komt ook nog ooit weer een keer een onderhoudscyclus aan. Eigenlijk een win-win situatie. Tot nu toe loopt het allemaal goed met de ups en downs die we in het begin hebben gehad. Maar volgens mij hebben we die best wel goed ondervangen. Takkenkamp heeft het ook best goed, of heel goed eigenlijk, opgenomen. En ik denk dat we zo nog heel veel woningen kunnen gaan doen. Zeker met dit ambitieniveau. We hebben inmiddels ook al de volgende aanvraag binnen. En dat gaat weer om woningen in Silvolde. Nou, uiteindelijk was het best spannend. Van nieuw product, wat doet het, hoe gaat het gebeuren? Ik heb gewoon hele goede ondersteuning gekregen vanuit de TD, vanuit Marcel van Haren. En samen hebben we er eigenlijk heel veel vertrouwen in gekregen. En vind ik het echt leuk om zo'n project aan te vliegen.